Hallo, van harte welkom weer bij een nieuwe SV Brunssum Club TV, waar we vandaag met de hoofdtrainer van het eerste van SV Brunssum. Hallo, stel je even voor, wie bent u? Ik ben Sandro Krabou, dit is mijn tweede tijdperk bij SV Brunssum. Ik heb er heel veel zin in en we zijn voor de laatste wedstrijd van de competitie en we gaan er een heel mooi seizoen van maken. Ja, wat verwacht je van het seizoen? Ik verwacht dat wij snel terugkeren in de vierde klas, dus het zij met een kampioenschap of met een periode, maar dat is nog lang. Ja, en zijn er ook nieuwe spelers? Want jij bent al voor de tweede keer nieuw hier. Ja, en je kent al de Club TV en al. Maar zijn er ook nieuwe spelers? Ja, er zijn ook een aantal nieuwe spelers binnen de vereniging. We hebben een hele grote groep. We moeten zelfs een selectie maken voor de spelersselectie op dit moment, omdat iedereen fit is. Er zijn jongens van Minor, er zijn jongens van Kakerse Boys, er zijn jongens van. Van RKDFC Wonder Forest op dit moment. Verschillende winststreken zijn ze hier neergestreken. Ja, bij SV Brunssum dus. Dus vandaag oranje-blauw, wat verwacht je van? Want het was toch een tweede goede start, hè? Dat klopt. Wij gaan ervan uit dat wij elke wedstrijd vanaf het begin goed aanpakken. Ja, we willen elke wedstrijd winnen. Dus we zullen ook vandaag weer vanaf het begin laten zien dat wij hier in de 3-3 punten willen behouden. Ja, en natuurlijk volgen wij dat gewoon uit. Hier bij SV Brunssum Club TV, bedankt Sandro en heel veel succes dit seizoen. Graag gedaan, dankjewel. Alsjeblieft.